Ja, ik heb lekker gereden voor zover je daarvan kunt spreken, want we hebben heel weinig gereden. En ja, het zijn niet zulke mooie uitdagende routes. Het is gewoon een beetje tijdvulling. Dus ja, gewoon lekker gereden. En met de cross is heel weinig verschil, omdat het eigenlijk, ja, het is gewoon puur op snelheid. En de cross lopen niet hard, dus iedereen heeft daar last van. Dus we zitten allemaal heel dicht bij elkaar. Gisteren zat ik mijn eerste 15 binnen 7 minuten bij de cross of zoiets ongeveer. Maar in ieder geval heel kort bij elkaar. Dus heel uitdagend is het niet, zeg je? Nee, nog niet. Dat moet nog komen. Dus het zal wel uitdagend worden met de hoogte. En dan volgende week hoop ik ook. Ben je wel tevreden over je eigen prestaties? Je bent gisteren 13e geworden, vandaag 13e geworden volgens mij. Ja, gisteren reed ik vrij lang op de 6e plek. Tot kilometer 250, daar heb ik een bocht gemist. En daar ben ik 10 minuten in kwijtgeraakt en daarom was ik 13. Ik had eigenlijk het tempo van ja, maar 5, 6, 7, zeg maar, die jongens. Ik weet wel het tempo als zij. En vandaag? Maar dat gebeurt af en toe, hè. En vandaag heb ik gewoon net gereden. Het was vandaag een optocht op de eerste helft. Dus het was tof. En het was eigenlijk de moeite niet waard om het weer in te halen. En op het eind was 30 kilometer heel veel water in de bergen. Ja, nou, dan kun je gewoon tempo rijden, maar niet meer dan dat. Dan kun je niet belachelijk hard rijden of zo. Dus iedereen kwam zo'n beetje aan op de plek waar hij begonnen was. Ik merk toch dat je een beetje teleurgesteld bent, Kees. Tot nog toe wel. Ja, de vraag is waar dan ligt natuurlijk, hè. Aan de ene kant is het natuurlijk Peru eruit. Daar kunnen ze eigenlijk niks aan doen. Aan de andere kant is het weer slecht. Dus ja, waar ligt het aan? Maar tot nog toe hebben we niet echt gereden. We hebben 500 kilometer proef gehad, of 540 of zoiets. En dat is eigenlijk niet de moeite waard voor 4 dagen wel. Ja, het is wel een aparte Dakar zo, denk ik, hè. Met al die regen en al die ingekorte routes. Ja, ik denk dat gewoon als je je verstand erbij houdt, dan moet je deze week gewoon doorkomen. Ze zullen wel veel aflassen nog. En we zullen wel van heel nat worden de komende 4 dagen. En dan de tweede week is eigenlijk een normale rally, denk ik. Dus eigenlijk is het maar een halve Dakar dit jaar, in mijn ogen. Ja, houden jullie de moed er nog wel een beetje in daar in het bivak? Ja, we hebben ook lol met elkaar. Dan overal voor en na de proef met een beetje met elkaar te buurten. Zo gezellig. Ja, dus, gezellig, maar niet echt zwaar dus. Tot nu toe. Nee, is helemaal niet zwaar. Hopelijk komt dat volgende week nog. Ja, waarschijnlijk. En deze week gaan we gewoon op smak proberen door te komen.